Hallo allemaal. Vandaag heb ik voor jullie een informatief filmpje. Het is de bedoeling dat ik de komende periode wat filmpjes op ga nemen over nagelverzorging. Of meer filmpjes moet ik zeggen, want ik heb natuurlijk al een aantal gemaakt. Vandaag gaan we het hebben over nagelverkleuring. Dat is natuurlijk op zich een best veel voorkomend en vervelend probleem. Met name ja, dat op het moment dat je een keertje geen nagellak draagt, dat je dan geen nagels hebt. Dat is natuurlijk niet heel erg mooi. Nou, nagelverkleuringen, dat heeft natuurlijk een aantal oorzaken. En ja, eigenlijk nummer één oorzaak, dat is toch wel het gebruik van nagellak. En met name het gebruik van nagellak zonder base coat. Want een base coat, dat is eigenlijk een van de manieren om je nagels wit te houden. Een goede base coat wel te verstaan. Daarnaast ja, kan natuurlijk medicijngebruik, maar ook roken de oorzaak zijn van gelere nagels, maar ook droge nagels. En dat weten een heleboel mensen niet. Als je droge nagels hebt, ja, die verkleuren ook heel erg snel, omdat ze wat minder ja, gevoed zijn, dus ook weer poreus, zal ik maar zeggen. En droge nagels die kun je op zich goed herkennen en ook goed behandelen. Want droge nagels die hebben, moet je maar een keertje heel erg goed naar je nagels kijken, droge nagels hebben in de lengte wat lijntjes. Nou ja, die kun je natuurlijk op zich wegbufferen. En als je je nagels gewoon eventjes ja, een goede behandeling geeft, en dan heb ik het bijvoorbeeld over het trintensappensysteem, dan kun je dat op zich echt heel erg goed aanpakken. Nou goed, schoonmaakmiddelen zijn ook funest voor de kleur van je nagels. Dus gebruik ja, vrijwel altijd handschoentjes op het moment dat je ze schoon gaat maken. Want dat scheelt ook echt een hele hoop. Nageluitdroging, voordat ik het vergeet te melden, is ook wel een hele belangrijke. Dat kun je ook voorkomen door remover te gebruiken zonder aceton. Want aceton is ook echt weer een middeltje wat, ja, wat je nagels uitdroogt. Nou goed, er zijn ja, in de winkels of op de nagelverzorgingmarkt zijn er een aantal producten die ja, helpen om nagelverkleuringen aan te pakken. En ik heb drie producten voor jullie vandaag waarvan ik vind dat ja, dat eigenlijk de aanraders zijn op dat gebied. Ik ga meteen beginnen met de versie van Co. Co, ja, dat zit natuurlijk, alle producten van Co zijn ontzettend mooi verpakt. Heel erg luxe, zo ook deze whitener. Die zit in een heel mooi ja, satijnen verpakkingje, inclusief spiegeltje. Ik vraag me dan altijd toch stiekem wel even af waarom dat spiegeltje er dan bij zit. Kun je zelf bekijken terwijl je nagels aan het lakken bent. Maar goed, wie het weet mag het zeggen. Dit is de Co Calcium Whitener. Dat is deze. Die is heel licht paarsig zoals je ziet. En het voordeel van een calcium whitener is dat het je nagels ook nog eens heel erg sterk maakt. Het maakt de nagels lichter, dus het zorgt ervoor dat je nagelbed rozer wordt en dat het einde van je nagels witter wordt. Maar dat je nagels ook flexibel blijven, want op het moment dat je nagels te hard worden, dan maak je natuurlijk ook grote kans om ze te breken. Nou, dit is eigenlijk een van de sterkste middelen, vind ik persoonlijk. Dus ook echt wel geschikt voor dames met ja, chronisch gele nagels, dus met echt flinke verkleuring. En je ziet eigenlijk op het moment dat je het gebruikt, gaat het direct werken. Het is een bijna wondermiddel, want je smeert het op en je ziet, ja, je ziet dat het roze wordt. Je ziet het veranderen. Echt, je staat erbij en je kijkt ernaar. Heel bijzonder. Wat ik wel ja, een nadeeltje, maar dat is ook wel een heel klein nadeeltje van dit product vind, is dat het redelijk prijzig is. Het flesje kost uit mijn hoofd €21,50. En dat is natuurlijk best ja, aan de prijs voor een nagelproduct. Maar het werkt absoluut. Nou, ik ga even door met de volgende whitener. En die is van Heron. En dat is een op het oog groot flesje. Er zit ongeveer dezelfde inhoud in. Dus laat je niet foppen. Het grappige van dit flesje is dat het een bokkenpootje op het einde heeft zitten. En daar kun je natuurlijk weer heel goed je nagels riemen mee naar achter drukken. Doe dat natuurlijk altijd met een olie of met een crème. Ga niet zomaar zonder ja, middeltje of zonder crème lopen drukken. Want het is natuurlijk echt niet goed voor je nagelriemen. Die zijn heel gevoelig. Maar goed, even terug naar de whitener.
Eigenlijk werkt hij hetzelfde als die van Co. Hij bevat dan uit mijn hoofd geen calcium. Tenminste, ik heb het niet terug kunnen vinden. Maar eigenlijk is die, ja, net zoals die van Co, op het moment dat je hem op je nagels smeert, zie je het veranderen. Ik vind hem zelf iets trekkeriger aanvoelen op de nagels, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus je voelt een beetje de werking, zeg maar. En het grote voordeel van dit product is de prijs. Want uit mijn hoofd is hij €10,50. En dat is natuurlijk eigenlijk al bijna de helft van het Co-product. Wat ik een best aardig nadeel vind, is de kleur. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Het is echt flink roze. Ik heb hem ook nog even de foto gezet voor jullie, zodat je de kleur wat beter kunt bekijken. Hij is echt roze en op je nagels vind ik dat het een beetje een soort met van blacklight effect heeft. Dus vooral als je naar buiten gaat in het daglicht, ja, dan heb je eigenlijk buitenaards gekleurde nagels. En dat vind ik, ja, eigenlijk heel onnatuurlijk. Dat maakt natuurlijk op zich niet zo heel erg veel uit op het moment dat je er een nagellakke kleurtje overheen gooit. Maar ik vind vaak tijdens een kuur is het toch wel heel erg handig om geen nagellak te dragen en alleen een whitening product. Omdat je hem natuurlijk iedere dag opnieuw moet aanbrengen en het oude laagje erbij moet afhalen. Dat is natuurlijk best veel werk om daar ook een nagellak, een topcoat, etcetera bij te gebruiken. Maar goed, de prijs is heel erg goed. De werking ook absoluut, alleen de kleur. Dat vind ik een klein minpuntje. Nu gaan we door naar mijn persoonlijke favoriet. En ja, dat zal jullie bijna niet verbazen. Maar dit, ja, vind ik eigenlijk het fijnste product. Waarom? Kijk, ik heb op zich natuurlijk niet zo heel erg veel last van nagelverkleuring. Omdat ik er gewoon heel erg mee bezig ben. Dus ik heb het eigenlijk helemaal niet. Nou, wat doe ik namelijk? Ik gebruik deze Trint Brightener. Gebruik ik 1 keer per week. Ik gebruik de rest van de dagen van de week, want ik lak mijn nagels echt heel erg vaak, gebruik ik het Nail Repair van Trint als base coat. En ik gebruik 1 keer per week gebruik ik deze dus als base coat. Het is een product wat wat minder snel werkt, wat minder, ja, agressief tussen haakjes, want het zijn natuurlijk allemaal middelen om je nagels witter te maken. Dus ja, hè? Laten we wel wezen, het is agressief. Maar het is zo dat dit product wat minder snel werkt. Dus als je echt ontzettend last hebt van verkleuringen, dan zal je met andere producten sneller resultaat zien. Met dit product kun je het heel erg goed onderhouden. Het voordeel van dit product is dat je het dagelijks kan en mag gebruiken. En daarnaast is het zo dat je hem als base coat kan gebruiken. Dus absoluut, ja, wat mij betreft heel erg handig voor lichte verkleuringen, maar ook om het heel erg goed bij te houden. De prijs is €13,95. Ik ga natuurlijk de prijzen dan allemaal nog eventjes voor jullie bekijken en in een artikeltje plaatsen met de fotootjes samen. Maar voor mij is dit toch wel het prettigste product. Nou goed, er zijn natuurlijk nog een heleboel andere producten die nagelverkleuring kunnen voorkomen. En ervoor kunnen zorgen dat het allemaal niet meer terugkomt. Dus dat je het kunt onderhouden. Een van die producten, dat is wel een heel erg leuk product. Dat is van Hero. En dat is de whitening powder. Nou, dat zijn zakjes. In een verpakking zitten 7 zakjes. En daar zitten een soort met van balletjes in. Die je in een nagelbadje kunt gebruiken. Ik ga hem er even naast. Wat gebeurt er? Je doet een bakje water waarin je je nagels gaat houden. Daar gooi je dit zakje bij in en het gaat een beetje bruisen. En op het moment dat je je nagels inhoudt, ja, dan reinigt het je nagels op en desinfecteert het ook nog eens je nagels op een hele, ja, goede manier. Dus dat betekent dat je de eerste periode, op het moment dat je heel veel last hebt van verkleuring, dat opbouwt. Dus dat je hem vaker gebruikt. En op het moment dat je van je verkleuring af bent, dat je dit bijhoudt met bijvoorbeeld een behandeling in de 2 weken. Wat doet het? Het maakt je nagelriemen heel erg goed schoon. Het maakt ook onder je nagels heel goed schoon. En dat is natuurlijk best belangrijk om dat zo nu en dan eens te doen. Of eens extra te doen. Want met een beetje massa maak je iedere dag je handen en nagels meerdere malen schoon. Maar dit is echt een intensieve schoonmaakkuur. En het zorgt ook absoluut dat je nagels heel mooi en stralend wit blijven. Heb je dit product gebruikt, zorg dan eventjes dat je na gebruik je handen heel erg goed afspoelt. En dat de werkzame bestanddelen door het putje de afvoer ingaan.
Na gebruik voel je handen wel ietsje droger aan. En dat betekent dat je gewoon even een lekkere crème moet gaan smeren. Uit mijn hoofd betaal je 13 à 14 euro voor 7 zakjes. Nou, dat doe je natuurlijk best een flinke tijd mee. Ik heb in het artikel ook de co-variant genoemd. Dus lees dat nog eventjes terug. Ja, dat is natuurlijk gewoon puur ja, persoonlijke voorkeur. Iedereen heeft voorkeur voor merken, voor geuren. Nou ja, misschien beschikbaarheid of verkrijgbaarheid wat bij jou in de buurt te koop is. Dus ja, wat dat betreft moet je gewoon zelf even uitvinden wat het beste bij jou past. Ook afhankelijk van ja, hè, de maat waarin je nagels verkleurd zijn. Nou goed, succes hiermee. Wat ik ook wel heel erg leuk vind en graag van je wil weten is of je vragen hebt op nagelgebied. Op nagelverzorginggebied heb je die. Stel die dan natuurlijk eventjes hieronder in de comments. Binnenkort ga ik een filmpje maken over een nagelbijten. En ik ga een tutorial maken, ja, hoe lak ik mijn nagels. En daarnaast ook wel heel erg leuk, gaan we laten zien aan jullie ja, hoe je het trintsysteem live op je nagels aanbrengt. We hebben dat natuurlijk al een keertje in fotoversie gedaan. Maar ik ga binnenkort een stappenplan maken waarin ik jullie laat zien hoe ik dat nou ja, gewoon hier gezellig op de bank ga doen. Nou goed, bedankt voor het kijken voor vandaag. Succes met de verkleuringen. En nogmaals, heb je vragen? Stel ze dan absoluut even. Fijne dag!